Wat Gucci mensen? Hey, ja. Wie heb hier voor een gloednieuwe video? Onthoud het, het is Wie heb hier voor een gloednieuwe? Mooi. Mensen, zoals jullie lezen aan de titel, vandaag is een andere episode van de Pop de Balloon. Ik wil niet veel praten. We hebben de dames ready. We hebben de boys ready. Iedereen is fit. Er is zelf een Henny in de back. Kinderen drinken alcohol. Dat support ik zeker niet. Mensen, ik wil niet veel praten. Vergeet me niet te volgen op elke social media platform. Vergeet niet. Meer dan 70% van de mensen die kijken naar de video zijn niet geabonneerd. What the hell is that? Is gewoon abonneer het niet maar niks. Like die video, abonneer het. Voordat je denkt, gaan we naar de volgende video. Want hoe meer jullie abonneren en liken, motiveert het meer om een andere video te maken. Oké, okay. Jullie kennen mijn favoriete zin. Die boys, pull up. Kom maar hier staan, kom. Kom, pap. Scooch een beetje. Pap, nog een klein beetje. Maak ruimte voor de man naast je. Schuif, schuif, schuif. Bam, bam. Schuif een beetje, nog een klein beetje. Ja, geef die man ademruimte. Je bent helemaal in zijn maag. Ja. Oké. Dit zijn de boys, mensen. Jullie zien allemaal hebben G. Ga ze allemaal één voor één vragen wie ze zijn, wat ze doen. Oké, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek jij in een vrouw? Ik ben Selassie en ik ben op zoek naar een loyale dame en een knappe dame. Tot daar? Ja, man. Ja, en je gaat het krijgen met die beats aan je nek? Het is niet eens voor fashion, maar gewoon muziek te luisteren, toch? Dus je gaat muziek luisteren terwijl we filmen? Nee, deze had ik gewoon toevallig op, toch? Oké. Ik was vergeten. Oké. Vertel, wat is je naam? Wat doe je? Wat zoek je in een vrouw? Ik ben Safi. Ik woon in Rotterdam. Wat ik zoek in een vrouw. Mm-hmm. Eerlijk gezegd, ik zoek geen vrouw eigenlijk. Okay, ik zoek geen vrouw. Maar als ik een vrouw zoek, zoek ik een vrouw die geduld met me heeft. Weet je toch? Geduld met me heeft. Want als ze geen geduld met me heeft, gaat het niet werken. Snap je? Dat is alles eigenlijk. Eigenlijk alles gewoon, man. Ja, nee, vertel. Wat zoek ik in een vrouw? Ja, ik zoek gewoon iemand die mijn ex kan overtreffen, man. Kijk wat mijn ex Dus ik zoek gewoon iemand die... Snap je? Dit heeft je ex gedaan? Dit heeft mijn ex allemaal voor me gebaaid, man. Alles met zelf die ketting, man. Alles, man. Dus ik zoek iemand die dat eigenlijk wil overtreffen. Die kan omgaan met de beauty. En dan... dan kunnen we gewoon kijken wat het wordt, man. Thuis shit. Yes, yes. Ja, oké. Vertel. Soufiane, kom uit Vlissingen en Breda. 24. Want ik zoek in een dame, gewoon een dame die haarzelf is, puur is en gewoon goed voor haarzelf kan zorgen. Kort en krachtig. Vertel, heb je het nieuwe warm? No, man. Oké. Okay. Ik ben Lexi, 21 jaar oud. Wat ik in een vrouw zoek is liefde, man. Gewoon liefde? Ja, man, kort. Dus al geeft ze je liefde, maar ze is niet loyaal, maakt niet uit. No, moet dat ook. Ja, oké. Okay. Nee, goed. Oké, okay. De eerste dame mag komen. Kom maar hier staan, Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek je eigenlijk in een man? Ik heet Anessa, ik ben 23 jaar, ik kom uit Eindhoven en ik werk bij de thuiszorg. Okay. En ik zoek in een man loyaliteit die ook voor zichzelf kan zorgen, dat we samen ja, iets kunnen opbouwen. Oké. Nee, ik heb niet zo goede nieuws eigenlijk. Ja, dat is te merken. Maar hoe voel je je nu? Hoe voel je? Goed. Ja, je voelt je niet... Nee, ik ben heel erg zelfzekerd. Dus ja. Oké, okay, I love it. Nee, de bedoeling is eigenlijk, we gaan één voor één langs de mensen die hebben gepompt vragen waarom. Ja, is goed. Stop even mee. Nee, kom hier vanuit. Dat is goed. Even hier staan. Oké, vertel, waar heb je gepompt? De outfit, ik vind het gewoon is niet mijn ding. Ik vind het gewoon niet fris. En ik vind je stem ook niet aantrekkelijk. Daarom heb ik gepompt. Wat is je ideale outfit? Ja, wat is het verschil met mijn outfit? Ik weet niet, man. Oh, niet van Jordans? Gewoon... Jawel, maar niet op dames. Oh, oké. Ja, je kon beter dressen in mijn mening. Oké, zou je haar kunnen dressen? Ja. Zou jij het beter kunnen doen? Ja. Zoals wat? Je bent niet mijn dame toch, dus ik ga niet zeggen hoe je moet dressen. Ja. Dress gewoon hoe jij wil dressen, man. Oké. Ik vind het niet fris. Oké.
Dus je hebt gewoon pop. Even, nee, ik wil het duidelijk. Dus je hebt gewoon pop. En met alleen om mijn outfit. En je accent, daarom ook. Wat is er mis met mijn accent? Ik vind het niet aantrekkelijk. Jou meer van een Rotterdams accent? Nee, gewoon niet van Eindhoven. Oké. Okay. Oh my god. Raar. Ja, yeah, ja. Yeah. Vertel, waarom heb je gepopt? Ik ga je eerlijk zeggen, de outfit, man. Ook al. Oké. Maar voor de rest, je bent geen lelijke dame. Alleen je outfit. Je patas zijn nice. Ja, dank je. Je had iets anders met je haar kunnen doen. Ja, het komt door het weer. Het is die brakka vooral. Brakka, wat is brakka? Het is die broek vooral. Oké. Okay. Je had iets anders met je haar kunnen doen, man. Dat is alleen door het weer. Ja. Diep regen, you know. Ja, regen. Nee, maar het is ook gewoon niet. Voor de rest, ja. Gewoon een mooie dame. Voor de rest, dankjewel. Dat man, dat was het. Ja, deze twee zijn apart gevallen. Oké, we gaan hem even skippen. We gaan even naar het volgende. Waarom heb ik een gepop? Kijk, ik zeg eerlijk, je bent echt een mooie dame. Ja. Alleen die broek. Oké. Ook al. Maar je hebt een bekend gezicht. Ik ken jou volgens mij ergens van. Ja. Dat zou best kunnen. Alleen, ik zeg eerlijk, die glitters, ik hou daar niet van, man. Dus als een meid met jou op date zou gaan, dan zou je hem gelijk al denken van, niet met, laat maar. Niet met die glitters, man. Ik heb wel een vraag als je afkomst. Zigeuner. Zigeuner Balkan. Oké, Balkan. Ja. En zie, oké. Okay. Ja, dat zou ik wel zeggen, man. Oké. Okay. Ja. Dus drie mannen poppen het om de outfit. Alleen maar de outfit. Om de outfit. Ja, is belangrijk, man. Oké. Okay. En als ik wat anders zou aantrekken, zoals iets van anders? Dan had ik misschien niet gepopt. Oké. Wat? Want je bent niet lelijk. Dank je. Mooie dame, snap je? Maar als ze. Even voor mijn logica. Als zij niet lelijk is, maar het is haar outfit, dan zou je als man haar toch kunnen goed zetten. Dat wel, maar het is die eerste indruk. Snap je? Eerste indruk. Ja, eerste indruk, dus je moet hier meteen komen met een goed oudje. Snap je? Want anders kunnen mensen gaan poppen. Dat is gewoon niet ding. En daarom pop ik. Oké, is goed. Ja? Ja. Go. Is niet mijn verlies, man. Niet je wat? Mijn verlies. Jouw verlies? Ja. Beetje lichaam, man. Ben je kannibaal of zo? No, maar het is niet mijn ding, man. Ik wil meer context. Wat bedoel je met meer vlees? Wat bedoel je met... Je weet wel, die mooie lichaam. Maar... Oké. Het gaat niet om het lichaam, het gaat om het innerlijke. Ja, ik weet niet hoe je innerlijk bent, toch? Moet je nog leren kennen. Ja, oké. Okay. Maar dan zou je niet willen proberen? Kan wel. Dan waarom pop je een ballon? Ja. Wil je nog een ballon? Ik kijk eerst naar die body, toch? Het gaat om het innerlijk. Want uiteindelijk word je verliefd op het innerlijk. Klopt. Uiterlijk is bijzak. Maar ik zag je eerst dan dus. Ah ja, dat is wel. Wat is je ideale body dan? Jouw ideale vlees? Moet nog langs komen. Is hier, moet nog langs komen. Ja. We gaan focussen op mensen die... die een beetje volwassener zijn, juist, oké. Okay. Vertel, waarom heb jij niet gepopt? Ik zie een opportunity, man. Volgens mij ben je zigeuner. Ja. Volgens mij ben je zigeuners... pap. Yeah. Dus ik denk dat je gewoon een beetje hulp nodig hebt. Kijk, die oudje, ik vind het niet zo heel erg. Mm-hmm. Die broek is een beetje shiny, maar dat kunnen we veranderen. Yeah. We kunnen samen het is niet dat ik elke dag dit aandoet of zo. Daarom, we kunnen samen naar de stad gaan. Precies. Als jij trekt, bepaal ik en dan. Ja, oké. Is goed. Goed. Ik zie gewoon een opportunity, man. Ja. Yeah. Ik wil graag meer weten en dan zien we wel wat het wordt. Ja, Okay, goed. Er is hoop, hè? Ja, er is hoop. Nee, dus dan, de bedoeling is nu, als jij diepere vragen voor haar hebt om haar te leren kennen, wil ik het horen van jou en ook omgekeerd. Heb je vragen voor hem? Eigenlijk. Wat is je afkomst eigenlijk? Ik kom uit de Dominicaanse Republiek. Ah, dat ken ik wel, ja. Ken je dat? Weet je waar dat ligt? Ja, daar wou ik altijd op vakantie. Dat is bij de Dominicaanse Republiek, dat is toch bij, bij zo'n eilandje, toch? Ja, dat ken ik wel, ja. Ja? Ja, heb ik wel van gehoord. Het is een eiland, ja. Ja, dat heb ik al gezien. Ik zag het alleen maar op TikTok verschijnen. Ik weet nog niet echt veel erover. We kunnen samen gaan. Ja. Ik kan je een betaalverzoek sturen. Als je dan betaalt, kan je samen gaan. Ja, moet ik eens aan mijn broer toestemming vragen. Hoezo toestemming aan je broer? Ja, je weet hoe ze zigeuners zijn. Ik weet niet. Hoe zijn ze? Ze zijn net Marokkaan, laten we zo zeggen. En Turken. Dus dan moet je eerst vragen of het mag... Dus dan moet je eerst langskomen om... je weet al hoe dat gaat. Wist ik niet. Ik ook niet, man. Ik ook. Ja, ik wel. Ja, nee. Dus eigenlijk de zigeuners... Stel voor, hij wil met jou op die... Dan moet hij eerst jouw familie vragen. Ja. Oké. Okay. Het meest mijn broer. Oké. Okay. Is dat oké met jou? Heb je broer ook gevraagd of je vandaag mag meedoen? Die weet niet. Dus die gaat...
sollicitatie. Ja, moeilijk. Dus wie weet, misschien ben ik wel leef, misschien ook wel niet. Dus ik zie wel. Oké, we gaan het zien, man. Ja. Ja, ben je een beetje goed in? Wat? Of, goed in familie bedoel je? Ben je een beetje keihard werken? Ja, ik werk in de zorg, dus nee, ja. Hoe kan je... Een beetje friepie of zo. Ja, ben je een beetje aan? Maar dat is toch kamer privé? Dat is toch privé? Je gaat toch niet gelijk vragen over seks en zo? Of je wil echt meteen weten, zodat je weet waarmee je te doen hebt? Ja, ja toch bro, ik moet weten wat is toch? Ik kan niet 3 maanden met je praten. Ik moet eigenlijk... Ja. Moeten we gelijk nu testen. Hey, ja, nee. Je bent wel snel. Ja, je kent me net. Je moet het kijken wat het wordt. Dus stel je voor, dit wordt inderdaad wel een match. Dan wil je eigenlijk met... Ik denk het niet. Eigenlijk. Zo, dat is gelijk. Waarom? Omdat je mag me wel gewoon, we kunnen takkien. Je mag me gewoon, we kunnen samen chillen. Maar ja. Toen je me zei van ik moet toestemming vragen aan je broer. Dat hoort gewoon. Nee, dat gaat bij mij niet. Ja, ik heb een relatie... Met jou, niet met je... Oh, hoe ga je dan mijn familie leren kennen dan? Ik ga je familie leren kennen, maar... Je weet toch, dat komt op zijn tijd, maar eerst moet ik kijken of je mij goed zet. En dan kunnen we kijken of je familie mij kan leren kennen. Mij goed zet? Bedoel je geld? En ze voor jou kan profiteren? Ja, of mij. Of ik, ja eigenlijk wel. Ja. Oh, echt. Oké. Ik heb trouwens een nieuwe tandenstoker nodig. Oké, wauw. Ja. Loop even mee. Zoveel stress, ik denk van no. Oké. Wat, hoe vond je het zelf gaan? Wat? Apart gevallen, ja. Niet mijn type ook. Wat is wel je type? Want ik val zelf op zigeuners en balkons. Ik hou zelf van pittige mannen en psychopaten, dus ja. Ja, hè? Ja, ik hou echt van psychopaten. Dus je wil dat... Dus ik val niet op losse mannen die een beetje makkelijk zijn, of wil Jaap zeggen. Dus. Ze zijn makkelijk. Ja. Hoezo zijn wij makkelijk dan? Ik merk het al gelijk aan je praten. Oké, vertel, waarom zijn we makkelijk? Je oordeelt gelijk op mijn uiterlijk. En de meesten gaan eerst met mij ergens uit eten en die kijken dan verder hoe het wordt. Ja, maar we kunnen toch niet meteen mee op eten nemen? Nee. Ik moet je toch eerst... Je moet me eerst toch leren kennen, maar jij oordeelt me al op mijn uiterlijk, terwijl je nog niet weet hoe ik ben. Daar heb ik het over. Ah. Ja, daar. Ik laat het voor nu, je hebt gelijk. Oké, is goed. Is goed. Ja. Okay. Hoe heet je trouwens? Anessa. Anessa. Oh, volgens mij, had ze dat verteld? Ja, ja. Oh. Ja. Oké. Okay. Oké, nee, goed. Er is wel geen match, maar... Hoe ga je het doen? Ik wil je helpen, maar ja. Ze zijn mijn type niet. Ja. Oké. Nee. Nee. Waarom zei je dat al lang niet? Waarom ging je nog die gesprek met me aan dan? Jij vraagt niet wat je... Ik vroeg ook aan jou, wat is je afkomst? Je hebt gezegd dat je wat je wel... Je was gelijk, ik wil op vakantie gaan. Ja, maar niet met jou. Ik heb niet gezegd met jou, hè. Dat je mag een betaalverzoek inderdaad. Sturen. Ja, maar... Hoe lang weg moeten zijn dan, man? Ik ben wel redelijk. Hoe heet dat? Ik heb wel een vraag. Hoe oud ben je? Ik ben 23. Je lijkt wel jonger. Oh, ja. Lijkt jongen. Maar oké, 3. Is dat een compliment? Of gewoon... Het is compliment. Nee, het is compliment. Ja, ja. Alsjeblieft. Nog steeds geven met een compliment. Ja. Nee, nee. Nee. Wat? Er is... Is iedereen zeker? Ja? Hoeveel verdien je per maand? Gaat dat jou aan? Nee, maar dat weet ik. Misschien kan ik een nieuwe ballon pakken. Nee, dank je. Als je zorg ZZP doet... Ga maar opzoeken hoeveel wij verdienen. Is goed, man. Maar okay. ZZP hier? Ja, ik wil laten... Oké, okay, is goed. Het gaat nergens over. Ja. Oké, nee, bedankt. Bedankt voor het komen. Yes. Ja. Volgende. Yes. Oké, boys. What? Of er aan? Broer, Nederlands. Die haar van die sma. Nee. Nee, het heeft geregend. Het heeft geregend, maar broer, ze kon het fixen. Ze heeft niks gedaan aan de rare. En die glitter kan ook niet. Ja, man. Ze ziet toch drip aan. Ik snap het. Ze moet met wat meer energie komen, man. Toen ze binnenkwam, was een klein... Ik merkte gewoon dat ze een klein beetje verlegen was, man. Ik hou er niet van, man. Want is een verlegen dame, man. Iets meer... Ja, toch met zelfvertrouwen opkomen. Oké. Ja. Geen probleem. Oké. Dat was interessant. De volgende dame mag komen. Hou je ballon even aan, boys. Pop niet op het uiterlijk, want je weet niet hoe de persoon binnen zit. Pop niet op het uiterlijk eerst. Kom maar hier staan. Waarna keek jij? Nee, ik denk dat die Akka, man. Hou het respectvol. Oké. Zo, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je eigenlijk in een man?
Mijn naam is Sam. Ik werk als teamleider bij de McDonald's en ben 19 jaar. Voor een man, ja, eigenlijk, ik zoek niet per se iets, maar ik wil gewoon dat hij loyaal is en dat hij gewoon aardig kan zijn en wel gewoon goede communicatie. Oké, dus zijn dat alle eigenschappen die je eigenlijk verwacht van een man? Laat me het zo eigenlijk proberen. Wel, dat is hoe je een man bent eigenlijk. Oké, nee, niemand die verwacht. Hoe voel je? Ja. Word je ego groter nu? Nee. Oké. Nee, en de bedoeling is eigenlijk, als iemand had gepopt, zou ik naar de persoon stappen en vragen waarom ze niet hebben gepopt. Maar niemand heeft gepopt, dus we gaan even voorheen kijken. Oké. Waarom niet? Vertel, loop maar mee. Waarom heb je niet gepopt? Ik kan van die kofferbak achter. De kofferbak daarachter. Daar hou ik van. Daarom, man. Oh, oké, okay. Kom maar. Waarom? En mooie ogen. Mooie ogen. Mooie ogen. Ja. Oké. Okay. Waarom heb je niet gepopt? Ik weet niet, man. Ik ben wel benieuwd naar meer. Ik kan niet zonder gezichtjes doen. Is dat oké? Nee. Nee. Ik ben bescheiden. Nee. Is goed. Oké. Okay. Waarom heb je niet gepopt? Ik ben met mijn chubby snowbunnies, man. Daarom heb ik het niet gepopt. Het ziet er goed uit. Chubby? Chubby snowbunnies. Gewoon vlees hebben toch. Je snapt wat ik bedoel. Ze heeft vlees, dat ziet er goed What's uit. What's going on? Ik weet niet. Ze gaat om het uiterlijk denk ik alleen maar, denk ik. Ik kijk niet naar het uiterlijk. Oké. Okay. Ik ken je innerlijk niet. Klopt, kan niet klopt. Reden op je innerlijk. Okay, dat is wel waar. Ja, want ik heb nog niks gezegd. Dus. Je hebt nog niks gezegd. Oké. Okay. Ken je niet, je toch. Ja. Maar van uiterlijk, ja man. Oké. Vertel, waarom heb je niet gepopt? Ja, het is gewoon, ik ben aan man, dus teamleider McDonald's. Ze is mooi lichaam, dus ik denk daar zou het ook wel goed zijn. Jullie kijken alleen naar lichaam. What's going on? Ik wil gewoon even kijken, ze heeft ook wel gewoon een schattig kopje, dus ja. Kopje? Gezicht. Oh. Deze kopje. Je hebt een Indus niet raar. Interessante manier van praten. Je hebt je eigen lingo, zo met mijn eigen. I love it. Je bent je eigen. Ja, zeker, zeker. Oké. Okay. Waarom heb je niet gepopt? Het ziet er gewoon goed uit en ik zie die potentie is daar. Ja, man. Potentie voor? Een match, zeg maar. Ja, toch. Oké. Okay. Zo, het wordt heel leuk voor jou. Waarom wordt het leuk? Is omdat je eigenlijk mag gaan kiezen. Dus ik wil van jou nu weten, bij wie wil je eigenlijk een diepgaande gesprek hebben? Nou, pas kunnen we dat voortzetten. Zijn deze boys, kijk. Trouwens, zijn een van deze boys wel je type? Ja. Oké, okay. Wie? Wees maar aan. Beige. Ja. Dus deze is de enige? Hij heeft een leuke kledingstijl. Oké. Okay. Jullie ook verder, maar... Wat is dit? Zijn boord. Oké. Okay. Dus eigenlijk gaan we... Oké, okay, nee, dan gaan we meteen naar hem. Dan gaan we eerst een gesprek hier voeren. Heb je vragen voor haar? Ben je christelijk? Ja. Oké. Okay. Kom, schuif een beetje naar hier. Kom een beetje naar hier. Yes. Wat is je vraag net? Of ze christelijk was. Oké. Okay. Ben je christelijk? Ja. Dat is de enige vraag? Ja man, goed om te horen. Ja? Heb je vragen voor hem? Ik denk omdat je de vraag stelt dat jij ook christelijk bent. Ja. Of niet? Klopt. Wat voor christen ben je? Geen katholiek. Oké. Okay. Ja man. Ja, ik voel die energie niet voor mij. Maar, ja, maar ik ben niet de persoon die moet kiezen. Dus ga je even daar laten. Ga even kijken waarom hij heeft gepopt. Loop even naar hier. Waarom heb je wel gepopt? Sorry. Ja, het gaat sowieso niet werken als ik zo christelijk. Ik niet. Ze is ook jong. 19, toch? Ja. Nou, ik weet niet, man. Dat is jong voor mij, man. Hoe oud ben je? 24. Oké. Okay. Ik vind hem net iets te jong. Ja, is 5 jaar. Ik kan begrijpen. Oké, okay, je pop leeftijd en religie. Ja. Oké. Okay. Okay. Welke religie heb jij dan? Ik ben moslim. Begrepen. Super, echt te begrijpen. Oké, okay, nee. Nee, loop naar hier. Ik ben een beetje in de war, weet je. Ik krijg alleen een error. Heb je vragen voor haar? Wat is jouw afkomst? Ik ben Nederlands-Indo. Mooie schoen trouwens. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem, man. Ja? Nee, even leeg. No, dat was het. Je belooft het, man. No, man. Oké. Okay. Even mee. Heb je vragen voor haar? Diepgaande vraag. Goeie vraag. Nee, dus. Dus je hebt geen vragen? Hou het even waar aan. Waar kom je vandaan? Lelystad.
Lelystad. Oeh, die Lelystad zang. Nee, ik heb geen vragen voor je eigenlijk, man. Oké. Okay. Dit wordt te snel. Mm-hmm. De vraag voor haar? Een diepgaande vraag? Ja. Maar... Een vraag dat je wil stellen, mag niet uit. Kijk, ik heb wel een vraag die ik sowieso aan iedereen stel. Mm-hmm. Want dan kan ik een beetje zien van hoe mensen denken en zo. Dus eigenlijk mijn vraag is, wat denk je dat er gebeurt als we doodgaan? Dan gaan we naar de hemel. Oké. Okay. Of als je een bepaalde keuze in je leven hebt gehad en je hebt niet vergiffenis gevraagd, dan ga je ergens anders heen. Ik ga sowieso poppen. Want jij wilt mij ook niet, dus ik snap niet waarom ik die ballon vasthield. maar ja, ik. Wat denk jij dan? Ik denk, ik denk niet dat dat... laat maar. Oké. Okay. Oké. Ja. Je bent echt interessant. Oké. Okay. Jij hebt nu 3 boys. Kom, mag ik? Nee, dus blijf daar. Kom maar hier staan. Kom maar hier staan. Jij hebt nu een keuze van 3. Mm-hmm. Jij mag ik een naaltje? Alsjeblieft, heb je het nog? Mooi. Dit is een naaltje. Jij mag nu, als je vragen wil stellen aan een van deze boys, mag je dat doen. Zo niet mag je echt gaan poppen en kiezen met wie je verder wilt en een bepaalde energie voelt. Mag ik dan gewoon een algemene vraag stellen? Tuurlijk. Dan ga ik 1 voor 1 langs. Oké. Okay. Beginnen met hem. hoe zie jij de perfecte vrouw? Ik weet het eigenlijk niet, man. Ik leef met de dag mee. Ja. Oké. Okay. Dat was hem. Ja, man. Oké. Je hoort het, toch? Ja, ik hoor het niet. Maar, hey. Jij. Yeah. Zij moet die vraag stellen. Nee, ik zie die vraag aan iedereen gesteld. Oh, ja, gewoon een dame die geduld met me heeft. En hoe zeg je dat? Naar me kan luisteren wanneer er wat is en zo. En niet met mij in discussie gaan. Dan dingen twisten. Want dan ga ik je niet begrijpen. En dan, weet je, dan gaat het weer fout. Als jij niet naar mij kan luisteren... Waarom kijk je naar mij eigenlijk? Waarom kijk je naar mij? Ja, houd die mic vast. Als jij niet naar elkaar luisteren, ja. Dan... Maar eigenlijk gaat het gewoon om communicatie. Ja, het gaat om communicatie. Communicatie. Ja. Zelf ben ik ook niet de beste, maar ik probeer het steeds meer... Maar daarvoor in relatie leer je elkaar uiteindelijk ook iets. Dat ook, ja. Klopt. Ja. Wat was de vraag ook weer? Hoe zie jij de perfecte vrouw of vriendin? Of... Ik vraag niet eens veel eigenlijk. Gewoon loyaal zijn en respect voor me hebben. Dat. Oké. Sam... Is het duidelijk voor jou? Heb je nog een vraag? Je mag echt zoveel vragen stellen zoals je wilt. Ik heb eigenlijk geen vragen. Je hebt geen vraag? Nee, eigenlijk niet. Hebben een van jullie boys vragen voor haar? Je mag kiezen. Mag ik zo? Wat zeg je? Mag ik zo? Yo, papa. Ja, waarom? Ik weet, ze gaan me niet kiezen. Waarom ben je zo onzeker, hè? Ik weet niet, man. Nee, hoor niet ballon even. Hou het. Salato. Je mag kiezen. Je werkt niet zo. Moet ik hem poppen? Je moet poppen. Maar kan jij hem niet... Nee. Oké. Okay. Maar straks pop ik hem niet goed in hand. Daarom... Pop dat ding! Ik ben zielig. Nee, ik kan het gewoon poppen. Maar dan moet je me ook zeggen waarom je popt, hè? Wanneer het popt. Oké, dus ik moet eerst poppen en dan moet ik zeggen waarom. Ja. Oké. Okay. Goed. Waarom heb je gepopt? Je lijkt jong. Mhm. En ja, je bent wel gewoon mooi en je hebt een leuk kledingstijl en ik denk dat je een leuk persoon bent, maar je bent niet degene waarvan ik denk, oh, daar wil ik verder gesprek mee voeren ofzo. Oké, dat kan. Ja, dat kan. Volgende. Kijk, tenzij je met 2 guys naar huis wil, het mag ook, hè? Het mag zeker. Nee, dus je mag. Heb je een naald nog? Ja. Waarom kijk je naar mij? Je moet gewoon een keuze... Ja, ik weet het, maar... Oké, okay. Straks lijkt het alsof ik geen keuze kan maken in mijn leven. Ja. Oké. Okay. Sorry. Oh. Ik pop het dit keer voor jou, want ik weet niet als je vinger krom is of zo. Waarom pop je bij hem? Ja, ik weet niet. Het is gewoon, ik weet niet. Ik voel de vibe gewoon niet helemaal met hem. Hij is verder echt, je lijkt me echt super lief, maar niet voor mij. Niet je lijkt, ik ben lief. Oké. Okay. Je bent lief, hè? Ja. Het spijt me. Oké, je voelt die vibe niet. Mm-hmm. Wat is die vibe die we... Ja, vibe is vibe. Nee. Ga je gaan. Yo, je naaldje, hè? Want blijkt mensen die de naald helemaal gebroken. Nog een klein ding. Je gaat ineens poppen hier, of ga je poppen? Nee?
Dus we hebben een... Met... Match! Yes! Let's go! Oké, mag ik je ballon? Gooi dit weg. Oké. Okay. Waar ga je haar brengen op de eerste date? Als het trouwens gedate gaat worden. Hou je van sushi? Ja. Dan gaan we sushi eten. Oké. Dat was het. Pak haar hand en loop romantisch weg. Oh. Oké, klappen, 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 klappen. Mooi, 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 mooi. Oké, dat was dat. De volgende dame mag komen. Laat me zien wie deze boys hun Princess Charming is. Kom maar aan. Kom maar hier staan. Oké. Vertel, wat is je naam? Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek jij in een man? Wat verwacht je van een man? Ik ben Shanti, ik ben 25 jaar. Ik ben moeder van een dochter. Dus. En ik heb geen werk. Oké. Okay. Ik heb mijn opleiding wel gedaan, oud-monteur. Oké, ja. En ik wil dit jaar hotelmanager doen. Ja. Dus. Goed op gang. Ja. Het is niet zo best nieuws eigenlijk, maar we gaan het door. Weet je, we moeten door. Loop even met me mee, ga je guys vragen waarom ze gepopt hebben. Goed. Waarom heb je gepopt? Ja, je lijkt me een lieve dame, maar niet mijn type, man. Wat is je type dan? Sowieso niet een piercing hier of zo, dat is niks voor mij, man. Ik weet niet. En ja, ik weet niet, man. Dat is niet mijn type, man. Die lichaam is niet echt mijn ding. Wat is je ideale lichaam? Gewoon iets slanker zo. Of in ieder geval, je mag wel wat voller zijn, maar dan aan de juiste kant, heupen en zo, ik weet niet, man. Je pakt mij niet, man. Dat mag. Die vibe is niet chemie. Nee, man. Dat mag. Dat mag. Voor de rest, gewoon lieve dame, ja. Dank je. Waarom heb jij gepopt? Het is niet mijn type. Die piercing, nee, ook niet. Oké. Okay. Maar. Wat is je type dan? Ik val op lightskins en snowbunnies. Ik zeg geen straight. Dat is die ding. Ik val niet op blackas. Ik wil niet zeggen dat ik blackas niet mooi kan vinden, maar het is niet mijn type, man. Dat woord blacka, ik vind het niet zo best. Donkere dames. Ja, ik ben zelf ook blakker, dus hoe kan het racistisch zijn? Ja, is niet, voor een donkere dame. Het is niet racistisch, maar ik vind het gewoon niet zo best. Maar oké. Is goed. Waarom heb je gepopt? Ik zie sowieso een opportunity. Alleen, je lijkt heel veel op een dame die ik vroeger altijd ging pesten. Oké. Snap je? En ze liep ook precies zo, die benen zo, die broek zo losjes zo, snap je? Dus. Dat alleen, dat is het. Je lijkt echt veel op haar en dan is het een beetje... Maar ik ben niet haar. Ik weet het, maar... Dus omdat ik op haar lijk, ben ik haar. Je bent haar sowieso niet. Nee, daarom. Maar dat is het gewoon. Ik kan niet, snap je? Als we bijvoorbeeld iets gaan eten samen, dat ik dan naar je kijk. Toen je liep, dacht ik gelijk terug. Dus dacht ik van ja... Ja, maar dat is raar. Dat is een beetje jammer. Want dan zou ik toch tegen jou zeggen, ja, omdat je op mijn ex lijkt, ben je ook hem. Is raar, toch? Maar het is toch vervelend. Stel voor, ik zou op je ex lijken. En we gaan samen, ze bijvoorbeeld, snap je, denk je steeds maar terug aan je ex. Is toch fire? Dan moet je en dan is het niet eens mijn ex. Want misschien als je op mijn ex leek, zou ik gewoon blijven met die ballon. Want snap je, dan lijk je op mijn ex. Dus dan is het iets, al een connectie, snap je? Ik val dan op je karakter, maar het is maar niet die, op de, wat je op hem lijkt. Ja, maar iemand die ik gepest heb, kan niet, maar is een jeugdding. Die ben je er trots op? Ik ben er niet trots op, sowieso niet. Maar... Ik denk er gelijk terug aan, dus dat wordt hem niet, denk ik. Ze brengt je een bepaalde nostalgie van toen. Ja, van toen, snap je? Van iets waar ik heel veel spijt van heb, dus dan ga ik weer iets doen waar ik heel veel spijt dus van heb. Je zou het weer doen dan maar. Je zou haar weer pesten. Want als je zegt dat je spijt van hebt en zij laat je dan denken, dan bedoel je dat ze dan... Je denkt dan aan het moment dat je... Ik denk aan het moment dat ga ik weer spijt hebben, dan ga ik spijt hebben, dat snap dat je? Dat je haar pest? Zeg je dat? Nee, dat ik weer mezelf in zo'n situatie zet dat ik terugdenk aan iets waar ik van het spijt heb gehad. Toch? Was die zin goed?
Doe je ding. Dat bepaal jij. Wat, ja. Of die zin ooit bepaal jij. Maar voor de rest ben je gewoon een pretty girl. Snap je? Ik denk dat Frenna zijn pokoe voor jou heeft geschreven. No? Yusu. Yusu. Het is gewoon echt. Alleen dat is het. Oké, ja. Dankjewel. Dankjewel. Wat vind je van? Hij moet het zelf weten, toch? Ja, ik vind het een beetje apart. Waarom heb je gepopt? I don't look what I see. Ik voel me net kaya. Plus is te oud voor me. Hoe oud ben jij? 21. En die piercing, ik vind het gevaarlijk. Man. Gevaarlijk? Ja. Defineer gevaarlijk in deze zin? Wat is dat? Wat bedoel je met gevaarlijk? Misschien tijdens kussen of zo. Denk ik. Wat? Tijdens kussen of zo. Oh, tijdens het kussen dat het jou kan prikken? Ja. Maar zo werken piercing niet, man. Nee. Nee. Ik heb er zelf 3. Waar nog meer? En daar kan ik heel veel over dingen zeggen, maar daar laat ik mijn mond over houden. Ja, dus. Liever. Ja. Oké, nee, maar... Je zei, you don't like what you see, dus ik heb niet echt een piercing. Los van de piercing, want dat tel ik niet. Kan je gewoon weghalen, toch? Oké, mooi. Dus, wat is precies de reden dat je hebt gepopt? Het lichaam, ik heb het ook niet. Is niet mijn ding. Wat is jouw ding? Bundesliga. Ja. Apart. Die mannen van 2024, hè? Zijn apart. Waarom heb je gepopt? Door die schoenen. Je piercing. Je tong. En die wist je niet van tevoren. Je hebt het uitgestoken. Ja, dat zeg ik net. Maar dat is ook weer een puntje. Mag. Verder. Je hebt een kind en ik ben jong toch? Ik ben 18. Kan je met een dame rondlopen? Nee, dat kan inderdaad. Die een kind heeft. Is niet best. Ja, man. Duidelijk. Kan jij even hier komen? Ik wil een kleine recap van jou horen. Wat vind je van deze comments eigenlijk? Ja, wat zo, dat is apart. Is wel inderdaad snelle oordeling, piercing, dat is het enige wat ik hoor. Het kan inderdaad uit, hij is net gezet. Dus als ik wil, kan ik gewoon voet eruit halen. Net als die tong, een navel. Maar hij is een piercing. Waarom kijk jij hier? Nee, ze kijken naar ieder, dus ja, niet specifiek. Ik kijk naar iedereen. Ik kijk niet per se naar jou, ik kijk naar iedereen. Ik dacht hij is een piercing. Nee, iedereen. Dus dat is echt, zeg maar, het kan uit. En inderdaad, body, ja. Gewoon gym pakken. Wat zei je, hè? Gewoon gym pakken, regelt alles. Bepaal jij? Nee, zo goed voor iedereen, toch? Iedereen moet gymmen. Okay. Wat is er slecht aan gymmen? Het is niet slecht aan gymmen. Heb ik tijd? Ik weet dat niet. Nee, maar je weet niet wat mijn dagelijks leven is. Weet je wat ook echt iets is... Waarvan ik dacht van ik moet poppen. Ik weet niet of je dat vaker hebt gehoord, maar er is zo'n meisje op TikTok. Nelly of iets. En je praat precies zo. En dat is ook iets, dat laat me denken aan dat. Ik praat zo mijn tong dicht, eerst mijn tongpiercing. Ik ben ook echt vergeten te zeggen, man. Je lijkt op mijn tante, dat kan niet. Oké, okay, yes. Genoeg, boys. Dankjewel. Dankjewel, man. Laat deze heren. Ja, sowieso. Je moet deze heren niet het slechts bij laten maken. Of, nee hoor. Weet je? Het leven gaat door, toch? Het leven gaat door. Maar, ik heb wel helaas geen match. Maar ik denk ook niet dat ze een match voor jou zijn. Ze kunnen jou niet bijstaan. Nee, maar de volgende persoon mag komen. Dankjewel. Dat is goed. Dank je. Ja? Ja? Ik heb niks fout gedaan, toch? Ik was gewoon eerlijk. De volgende dame mag komen. Oké. De volgende dame mag op het platform komen. Nogmaals, hou het. Kan je een achter schrijven? Mooi. Perfect. Kom maar hier staan. Je bent best lang. Ik heb hakken aan, maar ik ben sowieso lang. Ik heb goed nieuws. Iedereen's ballon is nog in zijn hand. Dus ik wil dat jij me nu vertelt wat je naam is, wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek jij in een man? Ik ben Demi Rachel, ik ben 21 jaar. Ik ben een piercer in mijn dagelijks leven.
En ja, in mijn vrije tijd ben ik gewoon veel met vriendinnen. Ik doe niet echt veel voor de rest. Ja. Just chilling. Ja. Type shit. Oké, eigenlijk zou ik naar de persoon gaan die heeft gepopt en vragen waarom ze hebben gepopt. Maar bij deze zie ik niks. Dus dan gaan we één voor één vragen waarom er niet gepopt is. Waarom heb je niet gepopt? Ja, het is gewoon aan. Ik ga me een beetje rustig houden nu, man. Ik moet even kijken. Even denken wat ik ga zeggen. Oké, goed, goed. Ik wil niet te veel nog prijs geven. Oké, waarom heb je niet gepopt? Het is een mooie dame, mooie lach. Dankjewel. Maar je bent wel lang, man. Ik val normaal wel op kleinere dames. Ik weet niet hoe lang ben je ongeveer, zonder die hakken? 1,75. Oké, ik kan nog. Ja. Nog net. Oké, jij? Ja, je ziet er goed uit. Je hebt mooie tattoos, sieraden. Dank je wel. Daarom heb ik niet gepopt. Ja, man. Je laat die jongens blozen, man. Waarom heb je niet gepopt? Je ziet er goed uit. Ja, je tattoos. Wat is je religie? Ik ben Surinaams. Nee, dat bedoel ik. Oh, wat is de reactie? Waar je in geloof. Oh, ik ben christelijk. Damn. Voor de rest, je ziet er goed uit. Dank je. Ziet er gewoon goed uit. Dank je. Jij? Ja, maar toch wel dan met bleaching ogen, man. Bleaching ogen? Ja, bleaching of Asian. Eén voor één. Wat heb je? Wat? Ogen, ja. Oh, je ogen zijn bleaching? Ja, ik heb spleet oogjes. Ja. Ik ook en een spleet aan het ogen nog, dus. Oh ja, toch? Is aan, hè? Mm-hmm. You love it? Hij ook. Ja. Mm-hmm. Oké, kom maar naar hier. Vertel, waarom heb je gepopt? Want je was net zo... Ja, ik was aan. Eerste indruk was goed, maar hij vraagt wat je religie is. Je zegt Surinaams. Ja. Dat is dan van... Ik heb een beetje een slimme cheeky nodig, snap je? Lieve schat. Een beetje brains hebben. Als jij de brains hebt, heb ik de beauty. Maar, je kan niet. Weet je, religie dat zeg ik. You know that for sure? Kan niet. Maar you know that for sure. Wat dan? Dat jij de beauty hebt en ik de brains. Je hebt de brains niet. Want lieve schat, ik ben een mens, hè. Ik maak fouten. Ja. Ik maak fouten. Ik moet iemand hebben die een beetje brains hebt. Oké, maar is goed. Is dat goed. Mag. Ja. Mag. En voor de rest, ja. Je wat is jouw afkomst? Ik ben Dominicaans. Je kwam hier voor Poenie, toch? Ik zoek gewoon Poenie, man. Hey, yo! Voor jouw poenie niet. Die krijg je ook niet. Voor jouw poenie niet. Hoef je ook niet. Oké. Mooi. Vertel, waarom heb je gepopt? Religie. Religie. Ik kan moeilijk die andere gaan poppen en deze niet. Dat zal het religie zijn, snap je? Maar als voor de rest is wel mooi dan. Dus als het niet om de religie ging? Dan had ik niet gepopt. Oké. En waarom pop je omdat ik christelijk ben? Dat gaat niet werken. Denk ik. Hoezo? Ik weet niet, man. Gewoon. Wat? Waar geloof jij in? Ik ben moslim. Ah, ja, nee. Ik hou van varken. Dat laten we zo. Snap je? Nee, man. Dat is. Oké, duidelijk. Nee. Kunnen jullie boys gewoon... Ben je zeker van je keus? Ik ben zeker van mijn keus, man. Oké. Ik ben zeker van mijn keus, man. Je bent echt een hele mooie dame, maar... Dank je wel. Ik ben al mooi, dus mooi gaat niet. Meningen verschillen. Heb ik al eens meerdere tattoos dan alleen deze hier? Ja. Yeah. Mijn hele arm zit vol. Hele arm. Alleen arm en... Nee, en mijn been. En mijn rug. Oké. Mijn gezicht. Ja, helemaal vol. Yeah. Ja. Is haar ding. Kom even mee. Waarom heb je gepopt? Ik kan niet met de 20 van Savage looking in ass lopen, man. Maar dat zie je nu pas. Schat, ze zitten nog steeds ik op mijn gezicht. Ik zie het nu pas, ja. Ze zijn bijgevlogen of zo. Ik zag het niet. Oké. Dat is de enigste reden, man. Nee, man. Je pop om? Oké. Omdat er een tattoo op haar gezicht zit. Oké. Dat vind ik niet zo nice, man. Mijn tattoo, twee. Twee. Oké. Mm-hmm. Nee. Mag ik een naaldje? De bedoeling is dat jij eigenlijk nu mag gaan kiezen. Boys, kunnen jullie even hier staan? Ik wil die ene met die ballon hier. Kom, sta hier, die ene hier ernaast. En nu mag, ja, je mag nu gaan kiezen en moet je me reden geven waarom je hem popt. Mag ik vragen stellen? Zeker. Hoe oud ben je? 21. Hoe oud ben je? 18. Damn. De vragen voor haar. Is het mooi? Dankjewel. Je stelt echt geen vragen, hè? Like, yo. Ik ben een kortdikker. Je bent een wat? Kortdikker. Wat is dat? Game, dat gewoon. Wat is kortdikker? Weet je wat kortdikker is? No, skip. Heb je een vraag voor mij? Nee, ik wil het weten. Dat is mijn vraag. Wat is dat? Wat is dat? Kortdikker? Voetbal. Zoekbal? Voetbal. Ja, ik ben niet echt iemand die van voetballen. Kijk niet. Daarom skip. Oké. Nee, maar als jij vragen voor haar hebt, moet je stellen, want
Het leven is... Laat me jullie wat leren. Het leven is al niet all about uiterlijk. Ja? Wat voor werk doe je? Wat zei je? Wat voor werk doe je? Ik pierce. Oh. Ik werk in een piercing shop. Hoe lang doe je het dan? Een jaar. Oké, dat is goed. Dat is het. Heb je vragen voor hem? Nee. Dus ik zie een? Nee. Waarom? Waarom pop je het? Respectfully, not my type. Respectfully. Respectfully. Wat is je type, ik hou sowieso van iets langer. Je hoeft niet te lang zijn, want short kings for the window. Not gonna lie. Maar, nee. Ik heb gehoor. Jij hebt wat? Ik heb gehoor. Gehoor? Ik voel gewoon geen... Oké. Je voelt niks hier? Oké. Jullie mogen weer op jullie plek staan. Ga maar. Oké, kom maar even hier staan. Hoe vond je het zelf gaan? Best wel goed. Oké, ik vind het wel een beetje jammer dat je niet weg bent kunnen gaan met de match. Je vindt het jammer, hè? Ja. Nee, niemand is eigenlijk hier het type, hè? Hij zou er wel tussen kunnen. Hij is mooi, ja. Maar ja, hij is moslim. Ja, oké. Nee, er is geen match. Jammer. Heel jammer. Misschien Tinder proberen. Misschien moet jij dat proberen, schat. Wow. Misschien moet jij het proberen. Niet zo zelfverzekerd over jezelf zijn, want je hebt geen reden om het te zijn. Is goed, schat. Don't do that. Is goed, schat. Als jij dat vindt, dan... Ik heb alleen gezegd Tinder. Misschien was dat het. Misschien Badoo of zo. Misschien is dat minder erg. Je weet toch. Hoe lang heb je die schoenen aan? Mag zeg ik vragen? Zeg wat je wilt zeggen. Nee, ik wil gewoon vragen. Ik wou het net niet bro, doen. Bro, ik heb deze schoenen, hoe lang nu, misschien 7 maanden of zo, van mijn ex gekregen. Oh, je draagt ze nog steeds. Thank you. Je bent nog steeds niet over de heen, hè? Zo schattig. Wil je therapie? Ik geef ook therapie, hè? Ik ben slimmer dan je kunnen denkt. Kunnen we samen zitten, man. Nee, maar volgens mij dacht je dat ik dom was. Dus hoe vertrouw je me om therapie kan te nemen? Ik kan het tegendeel laten zien. Maar waarom zei je dat net niet met die ballon dan? Waarom moest je meteen prikken? Ja, omdat... Ja, dacht ik ook al. Is goed. Ja, zie je, ik houd... Ja, maar nog steeds. Ik hou sowieso van dominante vrouwen, dus... Snap je, het is echt jammer dat je net gewoon... Oké. Maar nog steeds zeg ik net tegen je, ik kan je therapie geven en je zegt we kunnen samen gaan zitten. Dus uiteindelijk heb je nog steeds vertrouwen dat ik slim ben. Maar nog steeds pop je de ballon omdat je zegt, oh, ik had dat moeten weten, want je wilt een vrouw met brains. Schat, ik heb je gepakt met je eigen woorden, maar het is oké. Ik had je sowieso gepopt, dus het is oké. Iedereen moet de tweede kans krijgen. Ja. Snap je? De eerste kans is bij jou verloren. I don't care. Eerste kans is bij hem al verloren. Is goed, schat. Is al verloren. Is goed, schat. Oké, nee, dan heb ik geen match voor je gevonden, Demi. Is jammer. Dan kijken we de volgende keer weer. Ik kan die microfoon afstaan aan de volgende persoon. Ik heb iemand zo prikken. Ja, die de naald vergeten. Dit is jouw naam. Oh, je hebt daar eentje in je mond. Oké. Nee. De volgende persoon mag komen. Oké, dat was dat. Mensen, we gaan nu naar de volgende persoon. Boys, ik breng jullie nog één laatste persoon. Een Princess Charming. Hopelijk wordt het jullie match, dus doe me goed. De volgende dame mag komen. En trouwens, waarom ben je laat? Ik had wat probleempjes onder. Maar ik heb het al geregeld. Je bent hier. Ik ben hier nu. Pull up. Oké, volgende dame mag komen. Boom, 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 boom. Kom maar hier staan. Fully green. Money. Kaching. Oké, vertel. Wat is je naam? Wat doe jij in het dagelijks leven? En wat zoek jij of verwacht jij van een man? Nou, ik ben Monique. Ik ben 23 jaar. Ik kom uit Den Helder. Ik werk fulltime. Bij chipsfabriek. Oké. En in het weekend werk ik er nog bij voor extra geld. Mooi, love it, love it, love it, love it, love it. Goed nieuws. Wat denk je dat de goed nieuws is? Niemand heeft gepopt. Ik ben altijd blij daarvan. Maar nu gaan we één voor één kijken en vragen waarom ze niet hebben gepopt. Kom, ja. Waarom heb je niet gepopt? Ik wil nog een beetje meer over de weten. Ik ga nu poppen. Oké. En waarom pop je? Ik ben oud, man. 10 jaar verschil, man. Ik ga nu werken zo. 10 jaar verschil? Ze is 32, toch? Ik ben 23. Oh, dat gaat ook niet werken. Gaat het? Ja, maar lijkt 32 op 23? Nee. Klinkt dat hetzelfde? Bijna toch? Nee. Oké. Okay. Ik ga je nog een ballon geven. Maak nog... Waarom niet? Gaat het niet worden. Waarom niet? Ze is niet mijn type. Wat is je type? Je hebt best wel een type, hè? Wat is je type?
Korter dan mij. Bundesliga. En ze moet ouder zijn. Oké. Ivan, het wordt warm. Het wordt een beetje te heet. Dit, ik kan me niet voorstellen wat er gebeurt. Wat is je naam, man? Lexi. Lexi. Mm. Lexi. Heb je wat? Eén, weet je wat? Volgende persoon. Waarom heb je niet gepopt? Ja, we hebben gewoon kans geven. Ik ben benieuwd naar meer. Oudje vind ik wel leuk. Dank je. Maar je bent eigenlijk niet mijn type, want ik kan niet van blond worden. Is dat je eigen haarkleur? Of? Ja, ik ben eigenlijk wat donkerder. Oké. Okay. Ja. Dat kan het nog, toch? Oké. Okay. Goed. Waarom niet gepopt? Ja, ik zie de potentie is weer daar voor de tweede keer vandaag. Dus daarom. Mooi. Yes. ik hou echt kracht van je. Waarom heb je niet gepopt? Ze werkt veel, dus ik denk dat ik eigenlijk voor jou de perfecte huisman kan zijn. Als jij elke dag, je zegt je werkt elke dag ook nog in het weekend. Ja. Ik denk dat ik een goede aanvulling kan zijn. We moeten elkaar aanvullen. Dus als jij werkt, maak ik het huis schoon, kook ik en zorg ik dat je elke dag, als je thuis komt van werk, iets te eten hebt. Dus ik denk dat dat de perfecte match is, om het zo maar te doen. Ik was wel vergeten je door te geven. Voor hem ga je wel moeten zorgen. Ja, ik hoor het. Maar we houden het even aan. Waarom heb je gepopt? Je hebt net gepopt. Ze is geen mooie dame, man. Je bent geen mooie dame. Je outfit is oké. Okay. Voor de rest, nee, man. Je trekt me niet aan. Dat is het. Je trekt me gewoon niet aan. Nee, andersom ook niet. Maar iedereen heeft zijn eigen type, toch? Ja, dus, toch. Daarom. Dat is goed. Daarom. Iedereen zijn eigen ding. Ja. Oké. Wat? Oké, later. Later, alsjeblieft. Oké, de guys die hebben gepopt, jullie mogen van het plattegrond. Zodat we het even kleiner maken. Kunnen jullie boys even aansluiten hier? Oké, okay. Nou, aangezien deze boys hebben gezegd dat ze meer willen weten, dan gaan we meer weten. Heb je vragen voor dit? 1, 2, 3, 4 vragen. Wat voor werk doe je? Ik werk bij PepsiCo Chipsfabriek. Ga ik als operator werken. En daarnaast werk ik als pizzabezorger in het weekend, maar dat is puur meer geld. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Als je vragen hebt, mag je ook stellen. Heb je vragen? Ja, wat zoek je in een man? Zoek je in een man? Nou, qua uiterlijk ben ik niet zo moeilijk, maar qua innerlijk, ik hou wel van humor. Iemand die betrouwbaar is. Ja, ik hou eigenlijk wel van iemand die werkt. Maar, ja. Als we, ja, gewoon samen gewoon goed kunnen, dan vind ik het goed. Heb je een vraag voor haar? Ja, ga je naar de gym? Sinds kort wel weer, dus... Ja, misschien transformatie. Jim is belangrijk voor jou? Ja, man. Daarom moet wel Jim. Begrijp ik? Ik ook eigenlijk toch, maar ik val niet op eer. Buiten dat. Ja, ja, ja. Iedereen moet gewoon Jim. Snap je het? Waarom heb je vragen, bedoel ik? Een vraag? Ja. Een diepgaande vraag, hè? Geen, okay. Geen geld gehad, dingen. Oké. Okay. Een diepgaande vraag. Waarom hou je van een man die werkt? Nou, het is niet per se houden van, maar het is gewoon fijner als we gewoon allebei een inkomen hebben. Dat je maar, meer kan in het leven. Maar is het niet nog fijner dat als jij bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent geweest? Ja. En dat je dan thuis komt en alles is gewoon gedaan in huis? Ja, maar normaal doe ik dat eigenlijk zelf al naar mijn werk, dus dan... Maar dan werk je dubbel. Dus ik wil jou een zorg afnemen. Zodat je thuis kan komen en je dan gewoon relax. Je hebt de hele dag gewerkt. Kan je dan koken? Ik kan koken, zeker. Dus stel je voor, ze werkt 40 uur per week. Ze komt thuis, elke dag is er gekookt, er is schoongemaakt. Heb je dieren thuis? Nee. Alles, woon je alleen? Ja. Alles wat gedaan moet worden, is gedaan. Door mij? Ja. Ja, ja, sowieso. Dus dat zou ik gewoon voor jou willen doen. Leek dat je wat? Je bent een hele mooie dame. Dus ik denk... Leek dat je wat, Monique? Ja, dat weet ik niet. En, ja. Weet je nog niet? Nee. Een date, oké. Okay. Nee, heb je vragen voor deze mannen? Ja, wat voor werk doe je? Doe je werk? Ik heb een transportbedrijf en ik doe kickboksen. En hoe oud ben je? 21. 21, oké. Okay. Ja. Als je vragen hebt, je moet gewoon werk jij? Wat doe je? Ik ben hoefenier. Hoefenier. Hoe oud ben je? 24. 24, oké. Okay. Ik heb nog wel een vraag voor jou trouwens. Ja? Heb je een beetje losse heupen?
Kan je een beetje dansen zo, of niet? Het ligt eraan dat ik een drankje heb wel, maar... Okay. Ja. Ja, ik vind dat belangrijk, man. Oké. Okay. Ja. Van dansen? Wel van een dame met losse heupen. Yo. Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Vraag voor hem? Hetzelfde eigenlijk. Werk je? Ja, iets? Ik werk in de gym. In de gym? Hoe oud ben je? 18. Oké. Okay. Ja. Ja. Mag het vragen? Nee. Werk je wel? Wat ik, zal ik je gewoon vertellen wat ik in het dagelijks leven doe? Want ja, doe maar. Ik werk niet. Nee. Wat ik doe is, ik zou voor jou kunnen zorgen. Nee, last van mij. Wat doe je echt? Wat doe ik? Ik maak filmpjes, ik maak muziek. En hoe kom je aan inkomen of heb je geen inkomen? Inkomen, ja. Moet ik echt zeggen hoe ik aan mijn inkomen kom? Ja, gewoon eerlijk. Ja, ik heb gewoon een paar dames die gewoon voor mij geld overmaken. Als ik geld nodig heb, stuur ik gewoon een tiki. Oh. En dan krijg ik het gewoon op mijn rekening. Ze betalen jouw rekeningen gewoon voor je? Oh, oké. Okay. Praktisch gezien wel. Het enige wat ik hoef te betalen is mijn zorgverzekering. Dus ik stuur gewoon elke maand. Ik krijg een mail zeg maar van Zilveren Kruis. Van één betaallink. Die mail stuur ik gewoon door. Oh. Dus. Dat is brutal. Oké. Maar dat is wel de waarheid. Ja, maar ik denk echt dat ik je heel goed kan aanvullen. Echt waar. Echt waar. Oké. Okay. Oké. Okay. Mag ik een naaltje? Nou, als jij meer vragen hebt, mag je die stellen. Zo niet, mag je echt gaan poppen bij wie wil poppen. En dan moet je me een specifieke reden geven waarom je die hebt gedaan. Wat zoek jij in een vrouw? Dat ik kan vertrouwen. Ja. En, ja, dat ik kan vertrouwen. Ja, dat is het. Het is eigenlijk best wel simpel, toch? Ja. Ik wil er gewoon kunnen vertrouwen. En dan kan ik de man zijn. En woon je op jezelf? Ja. Oké. Okay. Ja. Woon jij op jezelf? Ja. En wat zoek jij in een vrouw? Een zorgzame vrouw die goed voor haar kan voor haarzelf kan zorgen. Ja. Gewoon puur is, oprecht is en goede communicatie. En wel een beetje gek is. Ze moet wel gewoon apart zijn. Ja, dat wel een beetje gekke dame. Oké. Ja. En hoe vaak ben jij in de gym? Hoe ziet je een week niet voor jou vaak uit? Of ja. Hoe vaak werk je? Werk. 4 keer en dan met werk 5 keer. Oké. Okay. Woon je op jezelf? Nog niet? Nee, nog wel moeilijk. Oké. Ja. Dat kan toch? Ja, dat kan, dat kan. Oké. Okay. Oh, ik ben nog goed op toch? Ja, daarom. Maar die tijd komt ik ga sowieso. Sowieso poppen. Waarom pop je hier? Ja, ik ga toch echt niet alleen werken en dan andere vrouwen dat ze rekening betalen. Dat is niet iets voor mij, misschien wel voor de andere vrouwen. Schat, als je jaloers wordt, mag jij die rekeningen betalen. Juist niet. Nee, dankjewel. Maar het is toch zo dat hij dat nu doet. Maar ik ga ervan uit, als je met haar zeg maar iets voortzet, zij het alleen wordt, toch? Die de rekening betaalt voor jou, zeg maar. Jij wordt de one and only. Ja, nee, dat hoeft niet. De one and only, niemand anders. Alleen jij. Nee, ik... Nee, dan samen betalen of zo, maar niet... Nee, ik ga echt niet alleen, nee. Oké. Okay. Choose away. Je hebt je naaltje bij, ga je gang. Ja, jij bent wel jonger. Te jong. Hij is jonger, begrijp ik. Ja, sorry. Oké. Okay. Ja. Zijn deze guys wel je type? Nee. Wat is je type? Ja, ik heb niet echt een type. Oké, okay, ja. Ja, gelukkig doen hun het voor mij, want dan hoef ik het niet meer te doen. Het scheelt weer voor mij. Wat is je type? Ja, dus, ja, ik weet niet. Het zou niet jongens zijn waarmee ik op date zou gaan of zo. Dat niet. Het is niet waar ik op af zou stappen. Waarom niet? Ja, ik hou sowieso wel meer blankere jongens. Oké. Okay. Ja, en lichte tint en zo. Ja. Eentje zou komen, maar hij is niet meer gekomen. Oh, dat is jammer. En zo is het. Ja. Nee, geen probleem. Dan is er... Ik had wel echt hoop. Je hebt me een beetje teleurgesteld, ja, man. Sorry. Ik had wel echt iets verwacht. Hier, geen probleem. Dan gaan we hem hier afsluiten. Je mag van het plattegrond lopen. Oké. Okay. Mag ik die 2 boys die net hier waren, of die ene boy, kom even weer hier staan. Kom staan. Kom, je staat hier. Kom, sta hier. Ja, kies een plek. Oh, kijk met mij, bro. Kies een plek, man. Choose a place, man. Oké, okay, mensen, we gaan nu één voor één kijken. Wat is je naam? Malik. Wat vond je van? Leuk. Jij? Lexi. Jij bent heel interessant, hè? Like to. What? Like to. Like to? Like to.
Like zo. Like zo. Oh, het lijkt zo. Oh, sorry, 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 sorry. Ik kan niet de enige zijn. Oké, okay, anyway. Je naam? Soufiane. Oké. Okay. Selassie. Ravelli. Saf. Oké, okay, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van een pop. De ballon. Hey, die saus niet. Pop! De ballon. Mensen, ik wil jullie bedanken. Vergeet niet te abonneren. Volg deze boy op hun social media platformen. Ik plaats iedereen gegevens beneden. Vergeet niet, als jij je wil aanmelden voor een pop de balloon of een dat soort gelijke video's, vergeet je niet aan te melden. Stuur je naam, locatie, leeftijd, nummer via mijn e-mail of overal waar je wil. Voor als je denkt, heb je een match hier. Dankjewel.